was toch een bijzonder jaar, hè? We hebben echt store momenten mogen meemaken. Ja, en die willen we super graag met jullie herbeleven. Kijken jullie mee in ons dagboek van 2017? Onze eerste eigen show. Derde cd en coole videoclips. En zelfs onze eigen film. Ja, en natuurlijk alle lachende gezichten. Oh, het was echt geweldig. Mwah. We zijn gewoon al 2 jaar K3. Het gaat toch echt wel snel, hè? Ja, dat is waar. Ik ben wel blij dat we dit jaar een dagboek hebben bijgehouden. Want vorig jaar was dat niet zo. En dan ook de vlog. Ik vind dat wel superleuk dat je zo kan terugkijken op wat we allemaal gedaan hebben. En vooral dat we nu gezellig erin gaan kijken en bladeren. Ja. Maar gaan we al onze geheimpjes al meegeven? Want allee, het is ons dagboek, hè? We hebben daar zoveel in. Ja! Ja? Ja. Ja. Iedereen mag alles weten. Oké, misschien moeten we dan wel eens terugkijken naar het begin van 2017. Ja. Ja. Die vlog, dat is natuurlijk gewoon eigenlijk een online dagboek. Mm-hmm. Maar ik weet wel dat de eerste keer wel een beetje moeilijk was. Ja. We hebben het een beetje moeten leren, het vloggen. Ja. En we vergeten het soms ook wel. Omdat we het zo leuk vinden, dan vergeten we gewoon om onze camera te pakken. Maar ja, ik ben eens benieuwd. Ja, naar het eerste fragmentje zien. Ja. Ja. We zijn een selfie-stand aan het proberen. Hallo! Ah, mooi! Okay, we gaan dansen, denk ik. Ja, naar de dansles. Ja. Is dat ding zwaar? Mag ik eens goed? En zo. Oh, ja, dat is echt gewicht. Hey, ik kan deze ook neerzetten. Ik ga dat proberen. Een beetje scheef. Zo staat hij wat scheef. Zo gaan zitten op de grond. Oké, okay, misschien moeten we even een babbeltje doen. Een babbeltje doen. Okay. Het is wel lelijk dat dat zo laag is, niet? Mm-hmm. Ja. We moeten het nog leren. Ik pak een stoel. Ah, voilà. Ah, perfect. Perfect. Hallo. Hallo. Het is wel grappig dat we op een gegeven moment zeggen perfect en dan zo hoofd zo helemaal afgesneden is. Maar nu zijn we er wel beter in, hè? Toch? Of ja. Na al dat oefenen. We zijn wel, ik weet nog dat we in het begin ook zo heel druk waren. En heel veel gillen. En Ik vind ook wel leuk de reacties die we daar dan op krijgen. Dat die zo positief zijn, omdat dat de mensen toch wel iets zien wat ze anders niet zien. Want mensen weten bijvoorbeeld niet. En we staan wel op een podium, ze zien dat. Maar dat wij daar ook, je moet daarvoor repeteren en al die dingen. Ja. En in de vlog kunnen we dat toch een klein beetje laten zien. En ook zien. Dat je backstage ziet, hè? Ja. De mensen kunnen echt backstage met ons. Ja. Ja, en dat is ook leuk voor onze familie eigenlijk, hè? Want die kunnen ook niet altijd bij ons zijn. Dat zelfs onze familie zal daarna kijken van, oh, wat zijn ze aan het doen? Ja, dat is waar. Ah, is de woensdag was ze dat aan het doen. Voilà. Oké, okay, we vergeven haar dat ze niet kon komen eten. Weten jullie eigenlijk nog onze allereerste vlog over wat dat die ging? Misschien moeten we eens zien. Ja, we zullen eens kijken. Ja. Wij gaan jullie vanaf vandaag meenemen backstage om jullie een beetje te laten zien wat wij eigenlijk allemaal doen. Ja, we zijn nu een jaar K3, we hebben superveel gedaan, maar we hebben eigenlijk niet zoveel gefilmd. Nee, dat klopt. En daarom dachten we, we willen jullie meenemen achter de schermen en daar beginnen we dus vandaag mee. Wat gaan we doen, Christel? We gaan inbreken. En stiekem al is naar de clip van Leo kijken. Hallo. Hey, ik kwam binnen met zo'n smile. Zo. Zeg, ik heb net de clip gezien. Ik vind dat heel grappig om te zien dat wij zo onze videoclip voor het eerst gaan bekijken en dat we dat zo spannend vinden. En ik weet nog dat wij die keigoed vonden, maar nu hebben we die intussen ook echt al veel gezien. En dat blijft wel echt een mooie videoclip, hè? Ja, dat vind ik ook wel. Je krijgt gewoon echt energie als je dat ziet. Ja. Dan heb je gewoon het gevoel, oh, ik wil meedoen, ik wil meespringen. Ik vond ook wel heel leuk dat wij nu echt zo ook met heel veel jongens een clip hadden gemaakt. Omdat meestal is het ballet, zijn meisjes bij ons. Ja. Coole clip. En wel een moeilijk dansje, hè? Die, met die armen. Ja, dat is soms nog altijd een beetje nadenken, maar omdat we het nu al zo vaak gedaan hebben, lukt het nu wel. Ja, dat is waar. In januari hebben we echt super hard gerepeteerd, hè? Ja. Echt 3 weken aan 1 stuk, choreo's leren, teksten leren, dansjes. En ik weet nog dat we dat toen heel eng vonden. Ja, we kwamen ook net uit vakantie. En we hadden eigenlijk, tijdens de vakantie wisten we nog niks. Ja. En we wisten binnen 3 weken is de première van onze
tour, helemaal alleen. Dus we hadden wel zoiets. Ja, dat was een beetje eng, hè? Zo van, oké, het eerste jaar hadden we dan met Karen, Christel en Josje op het podium gestaan. Dus altijd zo zij op, wij op. En nu moesten wij zelf, hoe lang was het? Een uur en een half. Een uur en half vullen. Ja. En we hadden zoiets van, hè? En acteren, dat vonden wij ook eng, hè? Ja. K3! Hallo allemaal! Shumaya, hey. Oh, excited! Yay! Ik ga vandaag doen. Biboe, biboe, biboe. Biboe, biboe, ik kon niets meer doen. We gaan naar achter. Mijn hartje. Kijk, kabouters. Zie je wel? Ze bestaan echt. Boom. Ja, we zijn ondertussen aan het zingen. Hè? Dus nu moeten we zien hoe dat we... Links of rechts? Links, hè? Ja. Dat horen we ook, maar wat wil dat zeggen? Dit is heel goed wat je nu doet. Lekker natuurlijk. Ja. Oh my god, cadeautje! Ze heeft zo'n kaartje nog. Mijn naam staat erop. Oh my god, het is zo leuk! Oh, die glimt. Ik draag die wel echt veel. Ik ook. Die is zo zacht. En ook backstage vind ik dat echt zalig om aan te hebben. Dat is gemakkelijk, hè? Ja. Want hebben wij toen ook niet heel de backstage show verkend in onze vlog? Dan zijn we toch ook zo naar het podium en zo gegaan? Ja, ja, ja. Dat was in Gent, inderdaad. Want welke dag was de première nou? 24 januari. Ah, ja. En dan zagen wij ook echt voor de allereerste keer het podium. Want we hebben dat wel geoefend zo op van die... paletten en zo, de trappen. Ja. We hebben nooit echt het podium gezien tot toen. Ja, ja, dat is waar. Spannend. Oh, oh, oh my god. Oh, oh my god. God. Oké, nu gaan we moeten draaien. Ja! Wow! Holy moly. Dus we hebben allemaal een kamertje, een loodje, een boekje en onze naam staat erop. Meisjes en jongens, dames en heren, hier zijn ze, speciaal voor jullie, Hanne, Klaasje en Marten, hier is K3! Hallo allemaal! Oh, ik had wel even kijken wil. Ja, zo. Ik vond dat zo. En ook die stem zo. Hier zijn ze, speciaal voor jullie. Ja. Dan denk ik al, we moeten op onze plek gaan staan. Ja. Dan lagen onze outfits klaar met dan zo de schoenen. En allee, echt, dan moest je gewoon zo alles uitdoen. En dan in die dingen stappen, maar daar zat een heel systeem achter. Ja. Oké, schoenen, rok, bomberjacket, omdraaien, micro pakken en gaan. Ik vind het ook, als ik ons zo nu zie... Je ziet ook dat wij elkaar echt leuk vinden, vind ik. Ja. Je ziet dat ook echt in beeld, dat wij plezier maken. Ja. Ja, en dan ook gewoon, ik zie hier nu die foto van die 100.000 bezoekers. Ah, ja. Ik vond dat wel echt zot, dat wij meer dan 100.000 bezoekers hadden. Ja. Als je daarover nadenkt, dat is immens, hè? Ja, dat zoveel mensen gewoon naar ons zijn komen kijken, dat is toch gewoon dat blijft cool. Ja.